Het Medisch Opvoedkundig Bureau, MOB, van het ministerie van Volksgezondheid is gisteren gestart met haar jaarlijkse vakantieproject Prakiki. Celsius Vieira, hoofd MOB, zegt dat met dit project kinderen met een beperking die begeleid worden door het MOB gemotiveerd worden om flinker te zijn. Ook wordt ze geleerd om praktisch bezig te zijn. De start van Prakiki vond plaats op het terrein van Teddybeeroppas te Lelydorp. De eerste activiteit op schema was een wandelloop over de Indira Gandhiweg van ongeveer 1 kilometer. De bikersunit van de politie verleende daarbij de nodige assistentie. Verder zijn de kinderen met sport en spel bezig gehouden door medewerkers van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Ook gaf de brandweer enkele demonstraties en informatie over brandpreventie. Als afsluiting zijn de kinderen nat gespoten door de brandweer. Daarna konden ze genieten van een muziekoptreden. Vieira vertelt verder dat de activiteiten van dit jaar in verband worden gebracht met de Caribbean Wellness Week, gezien gezondheid hierbij ook centraal staat. De focus is in deze gelegd op water, omdat we bij deze vorm van Prakiki hebben geprobeerd een koppeling te maken tussen onze reguliere Prakiki en Caribbean Wellness Week, waarbij het gaat om gezondheid. En water is heel erg belangrijk als we praten over gezondheid. Dus vandaar dat aan het einde van de rit de brandweer ook een demonstratie zal geven. En de rest van de week zijn er andere activiteiten waarbij steeds weer de focus wordt gelegd op gezondheid. Zo zal er een van die dagen een diëtiste aanwezig zijn. Die zal praten over gezondheid en gezonde voeding. En een van de dagen zullen we ook een milieuinspectie hebben die het handenwassenprogramma zal demonstreren met de kinderen. Gedurende de wellnessweek zullen de kinderen op de diverse locaties van het MOB deelnemen aan sportactiviteiten. Vieira zegt dat de nadruk hierbij wordt gelegd op gezondheid.